En dan kan de wereld vandaag weer doorgaan, want de Antwerpse Universiteit deed voor de eerste keer in ons land een groot onderzoek naar het fenomeen ouderverstoting bij echtscheiding in Vlaanderen. Het is een beetje een zwaar woord, maar het gaat hierover. Meer dan 8% van kinderen van gescheiden ouders zegt geen contact te hebben met hun vader. Voor moeders bedraagt dat nog geen 1%. Daar zijn natuurlijk heel veel verschillende redenen voor. En het is altijd een zeer emotioneel kluwen waarin dat allemaal gebeurt. Onderzoekster Kim Bastij van de faculteit Sociologie aan de Universiteit Antwerpen over waarom het soms zo ver komt dat er geen contact meer is, voornamelijk dus niet met de vader. Die verklaring zou eventueel kunnen liggen in de verblijfsregeling. Hoewel dat 1 op 3 kinderen ongeveer in co-ouderschap verblijft, verblijft het merendeel van de kinderen nog altijd bij de moeder, waar de moeder dus residentieel is en de vader niet residentieel. En daardoor zou het kunnen dat er kinderen zijn die absoluut alleen maar bij de moeder wonen en hun vader niet meer zien. Er zijn kinderen die zeggen ongeveer 4% zegt dat ze geen contact meer hebben omdat ze het zelf niet meer willen met de vader of omdat ze geen contact meer mogen hebben met de vader. Daarentegen zegt 1,5% dat de vader geen contact meer met hen wil. En de overige percentages kinderen die zeggen eigenlijk dat het vooral ligt aan ze wonen te ver van elkaar, zijn uit elkaar gegroeid eigenlijk. Het contact is verwaterd tussen vader en kind. Ja, veel verschillende redenen. Een pijnlijke zaak natuurlijk altijd voor alle partijen. Maar gelukkig zijn er heel wat verenigingen die ook bezig zijn met de hereniging van ouders en kinderen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, zegt Kim Bastij nog. Ja, uiteraard. Ik denk dat er heel wat verenigingen zijn die contactherstel tussen ouder en kind proberen te bevorderen. En ik denk dat dat ook een goede zaak is, op voorwaarde dat dat natuurlijk in een begeleide omgeving gebeurt met nodige aandacht voor ouder en voor kind en op het tempo van het kind. Ik denk ook als er geen contact meer is, dat je de familie als een systeem moet gaan bekijken, eerder dan het benoemen als een syndroom. Want ik denk dat er verschillende redenen zijn voor geen contact. En ik denk dat het pas problematisch wordt indien kinderen of ouders aangeven het kind wil mij niet meer zien of de ouder wil mij niet meer zien. Nou, problematisch heb ik gehoord en pijnlijk en ook hereniging. Bij ons zit Petra van den Hoek van VZW, Huis van Hereniging. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. De naam van jullie VZW zegt het zelf. Jullie proberen ouders en kinderen opnieuw samen te brengen. Jullie doen dat. Hoe jullie dat doen, daar zullen we zo meteen over praten. Maar misschien toch nog eerst even, want het is een moeilijk woord, vind ik. Ouderverstoting, het is een hard woord, hè? Het is een zeer hard woord en eigenlijk de meest juiste definitie die ik ervan ken is deze van dokter Bernard. Het is wel degelijk een stoornis bij het kind die zich voornamelijk voordoet bij echtscheidingen en die twee eigenschappen heeft. De eerste eigenschap is dat dat kind zich heel sterk gaat alieneren met één ouder. Verwijderen dus, ja. Dus alieneren, samenbrengen, zich samenknitten. Dat is meestal de zorgouder of de geliefde ouder. Mm-hmm. En de tweede eigenschap is dat het dan daartegenover de andere ouder heel sterk gaat afwijzen. En dat is dan zogezegd de gehate ouder. Ja, wanneer u het heeft over dat en syndroom. Wat nog heel belangrijk is, zonder geldige reden. Dat is een hele belangrijke. Ja, dat lijkt me misschien wel het belangrijkste. Daar zullen we het zo meteen over hebben. Maar wanneer u het heeft over dat syndroom, dan hebben we het over het Het is een stoornis eigenlijk. Het woord syndroom is eigenlijk een verkeerd gebruik. PAS, Parental Alienation Syndrome. Dat is omdat het zo ooit benoemd geweest is door professor Gardner. Mm-hmm. Die is de eerste psycholoog die het ooit benoemd heeft. Maar eigenlijk is het een stoornis. Een syndroom wijst meer op een ziekte, maar een kind is niet ziek. Het is een stoornis die het kind ontwikkelt omwille van de context. Ja, dat is voorlopig nog niet opgenomen, dacht ik ook, in de DSM, de handleiding voor... Omdat er veel controverse over is. Ja, uiteraard, omdat het zo ingewikkeld ligt waarschijnlijk. Wanneer we het daarover hebben, over ouderverstoting, wat we die onderzoekster daarnet ook al hoorden vertellen, is dat de oorzaken heel divers kunnen zijn. Absoluut. Kan u er zo een paar opnoemen? Wel, eigenlijk, het kind is altijd de actor, is degene die de aanzet geeft. Hè? Mm-hmm. Wat wil dat zeggen? Een kind in een echtscheiding bevindt zich absoluut in een loyaliteitsconflict. Zo'n loyaliteitsconflict is enorm pijnlijk en dat kind wil daar vanaf. Een kind heeft niet de capaciteiten om over zijn gevoelens te spreken, meestal nog niet, of die te verwoorden of uit te leggen. En wat doet zo'n kind? Dat gaat knippen en dat kiest automatisch voor die ouder waar hij zich het best bij voelt. En in de meeste gevallen is dat de zorgouder. In een normale situatie zou die zorgouder dat kind moeten aansporen om toch contact met die andere ouder te blijven hebben. Want dat is contact, maar is in een vechtscheiding wordt dat dus niet gedaan. Dus dat gevoel wordt versterkt. Nu, een kind heeft van nature altijd een voorkeur voor de een of de andere ouder.
Men spreekt ook in de volksmond van mama's kindjes en papa's kindjes. Dus dat is ook al een natuurlijk gegeven. Een tweede zaak is dat kinderen aan reunificatie willen doen. Dus zij willen eigenlijk hun beide ouders terug bij elkaar brengen. En in vechtscheiding is er vaak totaal geen contact meer. Wat doen die kinderen? Die kinderen gaan effectief ruzie stoken. Want als er ruzie is, dan is er contact, dan wordt er gecommuniceerd. Maar die ruzie is voor die andere ouder, die het kind bij zich houdt, een bevestiging van dat die verstoten ouder inderdaad wel verkeerd handelt of slecht is. Een derde oorzaak is dat kinderen ook aan reparatielust lijden. Wat betekent dat eigenlijk? Dat het kind, die ouder die het kind als de zwakste ouder aanziet, wilt repareren, herstellen, beschermen. Bijvoorbeeld, als hij bij zijn mama is en hij ziet die mama altijd huilen, of hij ziet die mama huilen als ze weggaat naar zijn papa, dan gaat dat kind gedrag gaan vertonen van oei, ik mag niet blij zijn als ik bij mijn papa ga, want dan ga ik mijn mama nog meer verdriet doen. En dat kind gaat letterlijk gaan toneel spelen. Narcistisch gedrag eigenlijk gaan vertonen om die mama blij te maken. Nu, eens dat ze uit het zichtveld verdwenen zijn, dan draait dat kind 180 graden en dan is dat wel blij. Ja, als het bij de papa is. Mevrouw Van den Hoek, ik voel een enorme gedrevenheid wanneer u daarover praat. Ja, absoluut. Ik denk dat u heel veel moeilijke situaties al heeft gezien in uw VZW. Wat doen jullie precies? Wat wij eigenlijk willen doen is zeer vernieuwd. Het is nieuw in België. Dus wij willen eigenlijk, ons hoofddoel is, we willen een centrum oprichten waar we het kind en de verstoten ouder opnieuw kunnen samenbrengen. Uiteraard onder begeleiding van gedegen therapeuten die opgeleid zijn in de ouderverstotingstherapie. Ja, want jullie zijn ervaringsdeskundigen? Wij zijn ervaringsdeskundigen. Ja, en geen gediplomeerde psychologen? Nee, absoluut niet. En maar die zijn dat erbij. Ook mijn rol niet. Het is mijn rol om ervoor te zorgen dat we deskundige therapeuten en psychologen krijgen en dat we daar gaan mee samenwerken. En dat wij wel de coördinatie en de opzet van het centrum zullen doen. Dus jullie willen een ruimte creëren waar mensen wel met die achtergrond, namelijk psychologen en therapeuten en psychiaters... Ja, inderdaad. En de therapie is een ambulante therapie van 4 à 5 dagen. Dus het kind en die ouder worden uit de context gehaald. En er wordt op basis van het tempo van het kind gaat men het contact herstel gaan doen. En meestal is dat de derde dag. Dus de eerste 2 dagen zien die elkaar nog niet. Omdat dat kind moet kunnen loskomen uit die situatie. Ja. Dat kind moet tot zijn gemak komen. En dat is een heel specifieke therapie die al in Canada wordt toegepast. En die daar een zeer hoog slaagpercentage heeft. Zij hebben een slaagpercentage van 95%. En wat is slagen? Slagen wil zeggen als zij een gezin in behandeling nemen, dat die die hereniging lukt. Ja, en dat kan niet op de manieren die er nu al bestaan, zowel juridisch niet als therapeutisch. Nee. Omdat kan dat nooit lukken, zoals het nu gebeurt? Nee, het kan niet lukken. Omdat als het wil slagen, hebben we de hulp van justitie nodig. Ja. Justitie, de jeugdrechters, moeten ook heel goed op de hoogte zijn van wat ouderverstoting precies is. En dat is nu niet? En dat is absoluut niet op dit moment. Men is er zich van bewust, maar men is niet doordrongen van de ernst. Er is niet genoeg hulp. Zegt u voor ouders die... Oh nee, wij blijven absoluut in de kou staan. Alle ouders die te maken hebben met ouderverstoting staan allemaal te schreeuwen om hulp, omdat je niet begrepen wordt. Dat is eigenlijk... Er is geen deskundigheid in België op dit moment. En dat willen wij ook doen. Wij willen absoluut ook meer deskundigheid gaan creëren. Wij willen dus opleidingen organiseren en trainingen organiseren voor therapeuten om ze de nodige deskundigheid bij te brengen. Want de klassieke therapie die nu gegeven wordt, is empathisch luisteren. En dat gaat het probleem gaan valideren. En dat hebben we net niet nodig. Ik hoor zelfs een krak in uw stem wanneer u het erover heeft. Ja, natuurlijk. Hoe lang vecht u al? Goh, ik heb het zelf meegemaakt met mijn zoon. Ik heb iets meer dan 4 jaar, bijna 5 jaar, geen of nauwelijks contact gehad met hem. We hebben gelukkig contactherstel. Ik ben een van de uitzonderingen, binnen de uitzondering, want ik ben een mama. Want meestal is er geen contactherstel. En het is zo zwaar, zo pijnlijk, zo traumatisch. Je kan je dat niet voorstellen. 'S morgens zit je kind nog op je schoot, knuffelt het u, zegt hij u, ik zie u graag, mama. En een paar uur later is hem weg, trekt hem naar zijn papa en wilt u niet meer zien en je bent een slechte mama.
En dus hiervoor is er die VZW en ja. is er nu opnieuw even aandacht geweest om alles op de best mogelijke manier beter te maken. Hopelijk. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek.